Hoe laat stonden vanochtend hier de eerste sportschoolgasten? Om 8 uur. Ja, en het was vanochtend echt super druk. Ook met de groepslessen waren volgeboekt. Dus ja, het ging goed. En mogen jullie binnen al groepslessen geven? Nee, nog niet. We zijn nu buiten groepslessen aan het geven. En we hopen dat we zo snel mogelijk naar binnen mogen. Dat zou fijn zijn voor de sportschool, maar ook voor de leden natuurlijk. Dat we weer gewoon binnen kunnen sporten. Nou, je stond vanochtend op en je dacht, yes, de sportscholen gaan weer open. Ging het ongeveer zo? Een beetje. Ik dacht wel chill, want dan kan ik gewoon weer lekker hier sporten in plaats van buiten rondjes rennen. Dan is dit natuurlijk wel wat fijner, omdat je gewoon meerdere dingen kan doen. Dus ik moest vanochtend, had ik een werkgroep en daarna dacht ik, nou, ik ga even sporten. Ja, thuis doe je ook nog wel eens wat, maar het is toch anders dan dat je echt naar de sportschool gaat. Dus hier kan je weer een beetje krachttraining doen en een beetje, ja, wat ik gewoon prettig vind. Dus ja, je bent ook gewoon wat meer gemotiveerd doordat je niet altijd buiten hoeft te staan en de regen. En het is heel slecht weer geweest de afgelopen tijd. Ben je door blijven betalen tijdens de 5 maanden stilte hier? Of? Nee, ja, sommige maanden wel, maar dat was eigenlijk omdat ik gewoon te laat zeg maar, het afzei. Ik ben natuurlijk student, dus dat, die centjes had ik op zich nog wel nodig. Hoeveel abonnees zijn jullie verloren tijdens de lockdown? We zijn ongeveer 1/3 verloren aan de lockdown. Maar we hopen die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. En wat doen jullie om de sporters blij te houden? Je geeft een bloemetje mee, zeg je? Ja, klopt. We geven een openingsbloemetje mee. Om de klanten te laten zien dat wij heel blij zijn dat ze ons hebben gesteund. En dat ze nog steeds lid zijn bij Vrouwfit. En merk je dat er nu al meer aanmeldingen komen vandaag? Ja, zeker. Ik heb er vandaag al 3 gehad. En het is nu 2 uur. Maar ook online komen ze ook binnen. Dus ja, dat gaat de goede kant op, zeker. Mensen hebben weer zin om te sporten. Ja, absoluut. Ja, dat merk je. Iedereen is heel enthousiast en iedereen wil weer trainen en fit worden.